Go! Hallo iedereen, vandaag een nieuwe vlog. En wat zullen we doen? We gaan koffiejoghurt maken. Wat hebben we hiervoor nodig? Een beetje amandelmelk. No sugar gebruik je dan meestal. Griekse yoghurt. Dus Griekse yoghurt van de Albert Heijn. Vanillesuiker, om een beetje meer smaak in te brengen. En cafeïnevrije koffie gebruik ik. Nu jullie kunnen ook gewone koffie gebruiken. Die bestaat dus van bruinogen, de cafeïnevrije, maar ook de normale koffie. Met volledige cafeïne heb je ook te verkrijgen bij bruinogen eigenlijk. Dus, wat moeten we doen? Onze ingrediëntjes gaan afwegen. Want we beginnen met een pannetje. Eigenlijk moeten we hier maar 50 milliliter. Dus dat is echt wel heel weinig. Nu, deze koffiejoghurt is voor één persoon. Dus als je voor meerdere personen, dan moeten we natuurlijk maal het aantal doen. En hierbij doe ik dan een beetje vanillesuiker. Nu is het de bedoeling om dit eventjes op te warmen. Nu, ik zeg het voor één persoon, is het dus echt heel weinig. Dus soms maak je meestal iets klaar voor vier personen en zo. Maar vandaag ben ik alleen thuis, dus vandaag één persoon. En deze gaan we een beetje laten koken. Totdat de suiker eigenlijk helemaal opgelost is. Ik kan er ook rietsuiker ook nog eens aan toevoegen, maar ik heb liever om niet zo heel veel suiker eraan toe te voegen. Dus zo. En als er heel weinig in zit, dan raakt het ook heel snel aan de koking. Daarna gaan we onze Griekse yoghurt gaan afwegen. Dus ik neem hiervoor 100 gram. Zo, eenmaal dat volledig gekookt is, dat duurt echt niet lang. Dan zet je het eventjes weer langs de kant. En wat moeten we nu doen? Een heel klein beetje cafeïnevrije koffie aan toevoegen. Dus ik voeg hier eigenlijk 7 gram aan toe. Ziezo, die is al klaar. Onze normale koffie. Oké, nu kunnen we dit toevoegen aan onze yoghurt. En goed roeren. Totdat alles eigenlijk wat bruin gaat kleuren. Vervolgens kunnen we ons mengsel eraan toevoegen. Dit smaakt echt al naar vanille. Nu, om het wat mooier te presenteren, gaan we dat in een mooi glas. In een mooi glas gieten, gaan we zeggen. Eigenlijk zou je het ook allemaal kunnen mixen in een blender natuurlijk. Dus jullie zien, mijn glas is zelf niet helemaal vol. Ik kon eigenlijk misschien het koffietasje gebruikt hebben van bruinogen. Dat ging nog beter geweest zijn. Misschien moet ik dat wel doen. Ga dat hier doen. Kijk hier. Het gaat er perfect in pas. En dan nog de decoratie. Een paar boontjes. Dit is wel.
dit is het resultaat. Oké, we gaan even proeven. Ja, dat is wel lekker. Ik moet wel zeggen, doordat je daar zo'n vanille-extractje in bij doet, geeft dat wel een meerwaarde aan de smaak. Nu, ik hoop dat jullie het zeker interessant vonden. En als jullie nog receptjes willen zien, dan zou ik voorstellen om mij te volgen en zich te abonneren aan mijn YouTube-kanaal. Want binnenkort komen er nog meerdere receptjes en andere video's over andere dingen ook aan bod. Tot de volgende keer!